van Nederland, Olivia Rodrigo en Good For You. Jolwin.nl. De zomerliefde van Kai Gezellig is geen plagiaat. Het is volgens het feestduo het Aalst het stom toeval dat het op Love Not War van Jason Derulo lijkt. Toch dateert de eerste versie van Zomerliefde van augustus vorig jaar, terwijl Derulo's single pas in november verscheen. Overigens zou Love Not War gebaseerd zijn op For Brilliant The Ways remix 2018 van producer Nuka. Toch heeft Kai Gezellig de schijn tegen, want door corona stelde zij de release van Zomerliefde uit tot eind vorige maand. Kai Gezellig bestaat uit Arden van Veen uit Aalst en Martin van Hemert uit Nederhemert. En ja, het feestduo was veel gevraagd tijdens carnaval, maar wil nu het werkterrein verbreden. En daarom zit Martin van Hemert nu bij mij in de studio. Goedemorgen, Martin. Een hele goede morgen, Jolwin. Ja, laat jij nou ook nog eens eventjes DTV-collega zijn van mij. Dit is een kant die ik niet van je kende. Nee, ja, we hebben natuurlijk in coronatijd ook niet gek veel kunnen doen aan optredens en dergelijke. Daarvoor waren we wel eigenlijk ieder weekend op pad. Ja, carnaval was voor ons ook altijd een hele mooie periode. Maar ja, corona gooide voor alle artiesten roet in het eten. En ja, dus ook voor ons. Ja, maar ik zou kunnen zeggen, het zit jullie sowieso niet mee. Nee, ja, ja in bedoel, de brede zin van het woord zit het ons op dit moment even niet mee. Nee, precies. Nee, ik bedoel, laten we dan wel wezen. Jullie hebben met Tour de Tietema ook een liedje uit. Klopt. Primoz Roglic. Ja, over de topklimmer, de topklassementrenner van Jumbo-Visma. Ja, en dan staat er zo'n stom wijf met een kartonnen bord in de weg. Ik zal dezelfde woorden niet in de mond nemen, maar inderdaad... Ja, maar je hebt zitten vloeken, ja, hè, op de bank. Ja, op dat moment wel gedacht. Alleen, volgens mij is het niet bij die val geweest dat hij zo zwaar geblesseerd raakte. Dat was volgens mij weer bij een val later, dus het was sowieso één groot drama. Maar ja, we hebben wel eventjes op de bank zitten vloeken toen we zagen dat Roglic gelijk al op de grond lag. Ja. Ja, want jullie hadden gewoon gedacht van ja, dat wordt gewoon echt gewoon de renner om wie het gaat, de Tour. Ben je zo'n Tour-liefhebber? Ja, eigenlijk toch wel. Ja, ik heb vorig jaar het ook echt wel weer gevolgd. Toen Pogacar en Roglic het met elkaar aan de stok hadden, de twee landgenoten. Ja, en dit jaar had ik ook echt wel vertrouwen erin. Ik had hem zelfs in mijn poeltje zitten. Dus ik denk Roglic gaat hoge ogen gooien dit jaar. Oh, is dat poeltje waar je het wel goed in doet in plaats van die EK voetbal? Ja, op wielrengebied heb ik misschien iets meer kennis dan op voetbalgebied. Ja, ja. Maar ja, dit gaat dan toch geen hit worden. Schatspringer was. Ja, wist je dat, Jolwin? Nee, dat wist ik dus. Nee, maar ik denk dat weinig mensen dat wisten, toch? Nou. Ja, allemaal de fans, de echte fans. Ja, precies, die weten dat wel. Ja, ja, goed, maar, ja, ik zit er niet zo in. Maar van de andere kant, kijk, bij mij één voordeel. Ik weet en niks van wielrennen en niks van voetbal. Dus dat scheelt dan weer, hè? Ja, dat compenseert elkaar dan weer, zeg maar. Ja, dan toch eventjes terug naar dat andere liedje. Want jullie hebben nog, zeg maar, een ijzer in de strijd. Een ijzer in het vuur, moet je dan zeggen. Love Not War. Nee, die is niet van ons. Oh, die is niet van jullie? Nee, die is van Jason Derulo. Ja, maar goed, even, ja, toch even, als we dan daar hebben over jullie zomerliefde. Ja, dit intro. Jason Derulo. Dat lijkt toch gewoon sprekend op dit. Ja, hoe kan dit? Ja, Jolwin, vertel het ons maar. Ja, we hadden het idee om een liedje te maken wat een beetje buiten onze comfortzone was. Ja, omdat we wisten dat we niet zo gek veel optredens konden gaan doen. We wilden een keer iets anders proberen. Zomerliefde kwam eruit. Mm-hmm. Ja, en die hadden we op een gegeven moment eind augustus hadden we hem eigenlijk al zo goed als klaar. En toen kwam er weer een lockdown overheen. Toen konden we de clip niet gaan opnemen, want alles werd weer aan banden gelegd. En toen hoorden we tot onze grote verbazing in november in één keer een liedje van The One and Only Jason Derulo langskomen. Want vorige zomer was dit al helemaal klaar dus. Dit was, eind vorige zomer was dit klaar. Ja, in november pas kwam Jason Derulo. Klopt. Maar hebben jullie wel ook echt ook datzelfde deuntje dat voor Brilliant gebruikt van Nuka? Of hoe moet ik dat zien? Hoe kwamen jullie op het deuntje? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Dat zouden we eigenlijk aan onze producer moeten vragen. We wilden een soort van zomerse plaat hebben met een beetje een TikTok-achtig dingetje erin. Mm-hmm. En hij kwam met dit idee. Ja, en van wie is het Volkswagenbusje?
het Volkswagenbusje. Ja, jullie staan in een Volkswagenbusje op de Singelhoes. Oh, ja, nou, geen flauw idee van onze albumhoesmaker. Oké, die is leuk namelijk. Ja, nou goed. Ja, clipje erbij opgenomen en zo. Zeker. En jullie pakken het professioneel aan. Maar ja, dan krijg je nou dus het verwijt van, ja, jullie hebben gewoon een deuntje gejat. Ja, er was één iemand die dat zei. De heer Jolwin D. Oh, ja. Okay. Maar goed, maar... Maar ik draai hem dan nog wel. Precies. Dus ja, wat dat betreft, dan wil ik dan toch een klein beetje, zeg maar, dat ook compenseren. Ja, daarom. Maar goed... En wiens zomerliefde hebben we het over eigenlijk? Wiens zomerliefde? Heb je de clip gezien, Jolwin? Nee. Een stukje heb je trouwens wel gezien. Want het waren hele knappe dames inderdaad. Daar zou je wel een zomerliefde van krijgen. Ik mag het maar zeggen. Maar, want jij bent zelf al jaren gelukkig, toch? Zeker. Ja, dus het is niet en jouw... ook in de liefde. Ja, dat bedoel ik ook. Oké, gaan we die kant op. Nee, gezellig. Maar dus het is niet de zomerliefde, zeg maar, die jou in de steek heeft gelaten. Nee. En Arlin, hoe kan die... Ja, vrouw en kinderen. Vrouw en kinderen. Ja, ik denk, maar dit is toch een handig liedje. Dan zing je het over het feit dat je in de steek bent gelaten. Ga je lekker overal optreden. En dan, de groepjes die dienen zich aan. Exact, ja. Ja, alleen dan voor onze geluidsman. Ja, geluidsman, ja, die is eigenlijk... Die heeft ook wel een vriendin, maar ja, goed. Maar het is toch altijd gezellig om een zomerse plaat te hebben. Maakt er niet uit wanneer je hem draait. Ja, ook dat is weer waar. Tot slot nog eventjes dit. Je bent ook nog nieuwslezer op deze zender. Dat klopt ook, ja. Ja, kunnen we je nou nog serieus nemen? Op zich, de berichtgeving van DTV heeft denk ik niet gek veel te maken met het keigezellig gebeuren. Dus dat valt allemaal nog goed mee. Maar ik had eigenlijk wel nog heel eventjes een kleine boodschap richting de heer Jason Derulo. Oké. Want ja, natuurlijk, kijk, hij kon er niet zoveel aan doen. Hè, dat hij een plaat heeft gepakt die wij eigenlijk ook al op de plank hadden liggen. Want wij hebben hem zelf niet uitgebracht. Hadden we hem zelf moeten uitbrengen, dan hadden we nu een gigantische rechtszaak gehad. En dan hadden we alle miljoenen kunnen opeisen van de heer Derulo. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar we zouden het wel heel leuk vinden als we Jason Derulo zouden kunnen vragen of hij het dansje, wat wij bij Zomerliefde hebben bedacht, of hij dat toevallig een keer op TikTok zou willen doen. Ja, precies. Ja, dat zou wel een hele goeie zijn, ja. Want dat was ook Jason Derulo, toch? Die met de corona, toen met die zwembaden en zo helemaal viral ging. Ja. Zeker. Oh, dat is wel een heel goed idee, ja. Ja, goed. En dan ga jij je zomerliefde aan Jason Derulo verklaren natuurlijk, als dat gebeurt. Dat denk ik wel, ja. Dan gaat dat hard. Dankjewel, Martin van Hemert. Hier is Kai Gezellig.